De Range Rover Evoque is intussen 5 jaar op de markt. Tijd voor een refresh. We hebben aan het design een en ander aangepast. Er zijn vele kleine aanpassingen aan de verlichting voor en achteraan. Het radiatorrooster is aangepast. Ook binnenin nieuwe zetels, een hertekend dashboard. De grote veranderingen situeren zich eerder onderhuids en zijn technisch van aard. De Evoque wordt uitgerust met de nieuwe Ingenium motoren van Jaguar Land Rover, die toch zorgen voor een aanzienlijk verbeterd verbruik. 4,2 liter per 100 kilometer en een CO2-uitstoot van 109 gram. Toch mooie cijfers voor een SUV. De andere grote technologische aanpassing is het infotainment systeem. Navigatiesysteem, entertainment, het menu waar de klanten kunnen doorbladeren. Is veel gebruiksvriendelijker geworden en heeft eigenlijk de structuur gekregen van een smartphone. Dus er kan door de menus geswiped worden, wat alles toch aanzienlijk gebruiksvriendelijk maakt. De Evoque Cabriolet komt inderdaad op de markt. Die zal in januari in de showroom staan. Land Rover is een merk dat traditioneel graag buiten de lijntjes wil kleuren. We hebben vaker een volledig nieuw model of een nieuw segment gecreëerd. Onder andere met de Evoque. En enkele jaren geleden hebben we een conceptcar voorgesteld die een beetje als testcase fungeerde om te peilen naar de interesse van de markt. Er is gebleken dat er een markt bestaat voor die wagen. Dus bij deze hebben we weer een nieuw segment in het leven geroepen, een SUV Cabrio, die zijn opwachting effectief in de showroom zal maken. Dat klopt. We hebben onlangs aangekondigd dat we de F-Pace zullen creëren. Een auto gebaseerd op de conceptcar die we een jaar geleden toonden. Dat is een grotere SUV die volgend jaar, in 2016, gelanceerd zal worden. De XC is het nieuwe instapmodel van Jaguar en zal ons toelaten een volledig nieuw marktsegment aan te boren. De XC situeert zich in het segment van de A4's en de C-klasses en de 3-series van deze wereld. En we hopen daarmee niet alleen een jonger publiek aan te spreken, maar ook door te breken in de leasingmarkt. Omdat de wagen toch een heel aantal karakteristieken heeft die hem moeten toelaten om goed te scoren in die segmenten. Er is toch een duidelijk verschil. We maken deel uit van verschillende segmenten. De afmetingen spelen daar uiteraard de grootste rol. De XE zit in het segment van de middenberlines, zoals ik net aangaf met de A4's en de 3-series van deze wereld. Terwijl de XF, net als bij de concurrentie, een segmentje hoger zit en vergelijkbaar is met een 5-serie of een A6. Dat klopt. Beide wagens worden uitgerust met exact dezelfde motorenfamilie. Enerzijds de nieuwe Ingenium motoren, waarbij de instapversie een 2 liter diesel is van 163 pk. Een CO2-stoot van 99 gram in het geval van de XE. Bij de XF wordt dat 104 gram, omwille van de grootte van de wagen. En dat gamma loopt door tot een 3 liter benzine van 340 pk. De XF is inderdaad ook een volledig nieuwe wagen. Het is eigenlijk de XF van de tweede generatie, want niets is overgebleven van de eerste. De XF zal nu ook gebruik maken van de nieuwe architectuur van het merk, die volledig uit aluminium vervaardigd is. En ook het koetswerk is vanaf nu volledig uit aluminium. De XF was de laatste wagen in staal in het Jaguar-gamma, maar daar komt dus nu verandering in. Dat heeft uiteraard zeer positieve gevolgen voor de stijfheid, maar ook voor het verbruik en de CO2-uitstoot. En ook op het vlak van de ruimte binnenin biedt die aluminiumarchitectuur een voordeel. De nieuwe XE zal in de showroom zijn in België in juni, terwijl de XF in oktober zijn opwachting maakt.